Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 2 november. Er trekken wolkenvelden over Nederland en lokaal valt er vanmiddag ook een buitje. Er zijn gelukkig ook wat opklaringen. En vanavond nemen die opklaringen verder toe en verdwijnen de laatste buitjes richting Duitsland. De temperatuur die daalt dan vanavond naar zo'n 6 tot 10 graden. Er komen steeds meer opklaringen in het binnenland en dat is iets dat we vannacht duidelijk merken. Want de minimumtemperatuur die komt in het binnenland uit tussen de 2 en de 4 graden. En ik sluit niet uit dat het hier en daar zelfs tot vorst aan de grond gaat komen. Ook kan er mist ontstaan, terwijl in het westen van het land, met name in de kustrook, er ook nog hier en daar een buitje kan vallen. Morgenochtend begint de dag dan op veel plaatsen grijs door de mist en de laaghangende bewolking. Maar in de loop van de dag breekt de zon geleidelijk aan door en wordt het s middags toch zo'n 11 tot 13 graden. Er staat weinig wind, de wind die er staat die waait uit het zuiden en is zwak tot matig. Het weekeinde kent een grillig temperatuurverloop, anders kunnen we het niet noemen. Zaterdag kan het 14 tot 17 graden worden. Met name in het zuidoosten van het land wordt het opvallend zacht voor deze tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar in het zuidoosten breekt ook de zon door. In de loop van de dag wordt wel vanuit het westen de bewolking dikker en er kan ook af en toe wat regen gaan vallen. met name in de avond blijft het dan stevig regenen. De wind die trekt aan en die wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten. In de nacht van zaterdag op zondag ook nu en dan regen. En zondagochtend trekt de regen naar Duitsland weg. Het gaat dan wat opklaren. Dan zitten we wel in koudere lucht, want de maximumtemperatuur op zondag die komt echt niet veel verder dan een graad of 10. Aan zee kan meer smiddags ook een stevige bui vallen. Een klap onweer is niet uitgesloten. Maandag wordt het dan weer rustiger in de atmosfeer en dat betekent overwegend droog weer bij temperaturen tussen de 11 en de 12 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u nog een fijne dag.